Hij is pittig, de strandvijfdaagse langs de Zeeuwse kust. Met de finish in Rokanje en tenen vol met blaren. Zitten hier een kleine blaar, maar dat is eigenlijk niet zo erg. Maar hier zat een blaar. Daarna heb ik op blote voeten gelopen, tussen zand ingekomen. En daardoor was het erger geworden. Dus bij de EHBO moesten ze het open knippen. En al het zand eruit halen. Die twee, en zij heeft er ook een jaar. Maar je kunt ze niet zien. Nee, want ze zitten allemaal ingetaped en ingeplakt. Het draait hier allemaal om de voeten. Goed verzorgd in degelijke stappers, want je weet maar nooit. Ja, dat telt. Goeie tip. Sterker nog, ze werd gisteren naar de tent gebracht. Ja. Ja. Mag ik nog een kusje van je? Ik zeg Suus plat op de bek. Ja. De vijfdaagse wandel- en kampeertocht kent ook zijn tradities. De oudste is hier. 82. En die is net binnengekomen. Dat is Thomas Hoepers uit Amsterdam. Iedereen vindt het een fantastische prestatie voor een man van 82 om deze tocht te doen. Het is niet alleen het lopen, het is ook het kamperen. Ik vind het wel jammer dat ik zo'n beetje de hekken sluiten ben. Want ik heb vanmorgen verslapen en daardoor ben ik zo laat. Dat vind ik wel een beetje schaduwkant. Vanaf nu is het uitpuffen en pronken met de medailles. 5 dagen lopen, een hele prestatie. En als je het strand zat bent, kan je ook zelf je eigen route kiezen volgens mij. Dan loop je gewoon even binnendoor. Heeft ook een stukje met de bus gedaan? Ik wel. Over 2 weken volgt de grote strandzesdaagse vanaf Hoek van Holland naar Den Helder. En dan zijn deze al lang genezen, waarschijnlijk.